kampioenschap van vandaag is van start gegaan. Met een Kom maar, Angelo! Help ze maar! Als Jannik Peters, de huidige Europese juniorskampioen en tevens uitredend Belgisch juniorskampioen, behaalde de titel in Hooglede Gids 2 jaar geleden. En zoals eerder gezegd, Eli Iservit is de man die... Aan het tussenpunt die we op het scherm gezien krijgen. Halfweg ongeveer de eerste ronde. Daar kwam daarnet Sepp Rombouts als leider in de wedstrijd voorbij. Voor Jan Driessen. Jappe Jaspers, dat is een langere groepje. Want de tijdsverschillen zitten daar binnen de seconde. Dus Jaspers ook mee vooraan. Koolman, Janit Siebes, Dennis Bloementijl, Pavels, Louis Overmeren, Diederik Peme, Jordi De Buijl, Jette Tielemans, die zitten met z'n elven op een vijftal seconden van elkaar. Dus die moeten daar in elkaars spoor gepasseerd zijn aan het tussenpunt. Dus nog weinig verschillen, weinig... ...in de openingsfase van dit Belgisch kampioenschap. En we krijgen ze hier al in het vizier, hoor. Dit is Alex Koolman, die op dit ogenblik blijkbaar de leiding in handen heeft. Ja, een van de toppers die wij toch vandaag verwachten. Alessio Dore, die schuift naar de tweede plaats, zien we. Die ook een beetje knoopt. Oh, yes, ja, dat is een moeilijk heuveltje. Daar de punt is niet yes, zo. Oh, waar het zo slipperig is of glad dat je daar zou kunnen wegschuiven. 24, nou yes, voort doen. Een rondje die al ruim 6 minuten aan de gang is. En Alex Koolman draait de laatste rechte lijn richting aankomst op einde van de eerste ronde. Dit seizoen goed voor 2 overwinningen. En misschien, ja, hoe laat ik zorgen voor geen alle grote verrassing, maar toch wel een verrassing zonder meer. Ja, en die fiets zit in januari in dezelfde ploeg dan Alex Koolman. Want daar in de vent ook de verwarring bedankt dat Alex Koolman daar Bosporus had genomen. Maar niets is minder waar, hoor. Het gaat wel degelijk op Jappe Jaspers van het Bolheide. Die Jan ook vorige week er ook voortreffelijk aan de slag was met zijn overwinning in de cross in Zonhoven. Daar zijn tweede zege van het seizoen die optekenen na een eerdere overwinning eind november in Rekkenbossel. Dus hij toonde al meteen na die jaar dat de conditie zeker en vast van de Bolland van die gemeente doet voor de volgende plaats. Hij stuurt de strijd naar de gemeente. Langzaam maar zeker. Hallo, Rens. Die
die 20 seconden aan het nader zijn op dit ogenblik. En het blijft duren. Koopman volgt al op 29 seconden. Met Siebes op 30. En dat is toch de Jaspers daar over de banken springen. Doet dat niet op de fiets. Maar doet dat op de laatste fiets naast zijn vehikel. Durft het blijkbaar niet aan om dat al zussen te proberen. Dat deed hij niet. Maar zijn voorsprong is nog steeds even zijn gelijk maken. Nu pas zijn de achtervolgers aan de banken. Dat moet maar proberen. Een halve minuut verschil zijn. Ja, dat zal inderdaad om die halve minuut wel zijn. Daar komt hij overigens in die laatste lussen. Waar het wel eens knoeien is. Hebben we al eerder gezien hoor. Maar allerminst Jan Jaspers hier een ander mooi tempo opdaagt. Die kijkt even naar rechts, waar hij eventueel tegenstrevers kan naar zich toe zien komen. Maar dat is al op respectabele afstand. En ik denk niet dat hij overigens tegenstrevers heeft in elkaars gezelschap. En wie neemt daar initiatief? Want daar is het nu op te doen hoor. Wil je meespelen voor de hoogste trainer van het podium? Moet je gaan reageren. Jappe Jaspers is bezig met nog twee ronden voor de boeg. Een rondje van 6 minuten 55. De achtervolgende groep nog niet in de laatste rechte lijn is. Nu gebeurt dat. Ja, nu komen ze onze richting uit. En de chrono is nu hun ergste tegenstanders. Hun ergste tegenstander. Daar mag u van op aan. De achtervolging wordt ingeluid door Jente Tielemans. Die volgt op 36 seconden. Alex Koolman is dan de derde renner op 37. Dan is Dennis Blommer, Arne Riesens en Per Opmans. Rui Overmeijer. Dennis Blommer. En ja, de kampioen van vorig jaar, Alessio Boren, was als 12e op 46 seconden. Dankzij één initiatiefnemer, Jappe Jaspers. En we gaan in die tijd. Ja, ja, wat een kampioenschap. Met de nodige, ja, onvoorspelbare wendingen. Want niemand had dit scenario wellicht in zijn achterhoofd gehad. Dat één man half koers meer dan een halve minuut voor alle anderen ging uitfietsen. Maar ja, het is zich allemaal aan het afspelen hoor. Het is wel degelijk de huidige situatie in dit WK. In de derde ronde zitten we. De derde van vier af te leggen ronden. We zitten in het tweede koersgedeelte met Jappe Jaspers. Outstanding bezig. Hoe kwam hij hier met een toch wel verbeterd trek op het aangezicht voorbij geflitst? Daarnet aan de streep met 36 seconden voorsprong op die achtervolgende groep. Nog vrij omvangrijk met alle andere verwachte namen in dat groepje. Op meer dan de volgende minuut. We zijn benieuwd wie hier straks Jappe Jaspers van de titel nog zou kunnen houden. Ze zullen alleszins niet te lang meer mogen talmen om volop in actie daar te gaan schieten. We beweren dat Jappe Jaspers een grote initiatie is in Bonhoven nog maar vrij recent. Dat was op zondag laatstleden. En in Rijkenvorsel was hij ook nog eens de beste op 30 november. Maar moet je wel slaan, hoe je bent. In de Superprestige in Rudenvoorde. En derde in de Superprestige in Zonhoven. Een vierde plaats in Ammezoggen. Een vijfde in Loenhout. Kun je moeilijk spreken. Oh, yes, kom aan, dan moet je nou gaan, hè, man die meespeelt voor de knikkers. En hij is ondertussen alweer 4,5 minuut geleden aan de streep gepasseerd. Zijn vorige rondetijd was 6 minuten 55. Dus binnen ongeveer een tweetal minuten en 20 seconden zowat verwachten we de WK in. Dat betekent dat Herwig de Belleman zich mag klaarhouden voor de bel te laten klinken straks bij de passage van de renners. Het tweede rondje is al ruim 5 minuten en 4 seconden geleden. De passage aankomt.
37 seconden op Jente Tielemans. En dat is momenteel de enige achtervolger. Want Alessio Doorn is wel naar voren gekomen. Die volgt als derde. Samen met Jarne Driessen, Diederik Peme, Gianni Siebes, Louis Overmeijer, Tijl Pauwels, Seppe Rombouts, Glenn Eestermans, Alex Kolman. Inderdaad al dadelijk tevoorschijn moeten komen in die laatste lussen. En daar komt hij inderdaad tussen die twee mooie stijgerende paarden die weergeven, wel duidelijk weergeven in welke locatie we ons bevinden dit weekend op de Hippodroom van Waregem. Jappe Jaspers nog altijd vlotjes over dat parcours hoor. En we zien in de verste verte nog geen, ja nu komen ze er merken toch wel op dat de verschillen status quo zijn gebleven in zijn nog jonge loopbaan. En dan even kijken, wie maakt daar tempo? Alessio Doorn en Jente Tielemans, zij aan zij in elkaars gezelschap. En zij strijden momenteel duidelijk voor de tweede en derde plaats. Daar komt onze leider met de laatste ronde nog in het vooruitzicht. Jappe Jaspers, top chrono. En nu is de chrono echt zijn medestander. Nu is de chrono echt zijn medestander. Hoe beter zijn situatie, laat dat duidelijk zijn. Als je rekening houdt met een rondje van 7 minuten en 13 seconden, kun je ervan op aan dat er al heel wat moet gebeuren, wil je die voorsprong die je nu hebt nog kwijtspelen. En Alessio Doorn gaat in de tegenaanval. Maar die zijn achterstand bedraagt op dit ogenblik 31 seconden. Jente Tielemans volgt in de derde positie op 33 seconden. En dan zijn er weer wat 40 seconden. Dan krijgen we Jarne Driessen met Gianni Siebes en Diederik Peene op 46. Alex Kolman met Louis Overmeijer en Dennis Blomme. Dat is van 48 naar 51 seconden achterstand. En dan de bel die ook luidt voor het rugnummer 11. En dat is Jordi de Beulen. Die heeft al 1 minuut en 5 seconden achterstand. Jappe Jaspers snelt naar de Belgische titel. Oh ja, yes, 31 seconden. Dat is de voorsprong waarmee hij aan de laatste ronde is begonnen. Voorsprong die hij had op Alessio Doorn en op Jensen zelf te gaan horen. Alessio Doorn. En die mag op zijn verjaardag, op zijn verjaardag, terug naar school, leuk om een verjaardag te vieren. En vandaag zijn we op het moment van de groeis, daar gaat het liggen. Nu is het al een beetje tuurlijk hoor. Oh ja, Arno. Maar de achterstand op de hoofd, alles is gewoon, bedraagt op die top en nog 42 seconden. 42 seconden, zijn ze aan het opgeven. Op die hoogte van ons. Moet je wel slaan, hoe je? Dat is op een goede minuut van de aankomst ongeveer. Hou je, kom aan! Hou! 4 minuten, 45. Hallo, die drie voor nu, yo! Hup, kom! Rond de rit. En is hij daar, of is dat nog een achterstallige renner daar in de verte? Denk eerder de tweede mogelijkheid. We kijken uit! Ja, de strijd Jaspers Doorn, daar draait het om. In de slotfase van dit tweede Belgische kampioenschap van vandaag. Het is de provincie Antwerpen tegen de provincie West-Vlaanderen. Bontheide tegen Antwerpen. Ze zijn mijn rappers. Als hij het verschil nog wil goed maken, moet het nu gebeuren voor Alessio Doorn. De baas is binnengelopen. Hij liet het beste verhopen voor vandaag. En het allerbeste is zich aan het voordoen.
Daar, Mark, is de nieuwe kampioen. Daar is Jappe Jaspers. Ja, ja, en hij mag zich laten toejuichen als een echte, verdiende kampioen, dames en heren. De man uit Bolheid heeft het gedaan vandaag. Jappe Jaspers is de nieuwe kampioen. Laurie van der Leyen. En de mensen die graag getuigen zijn van de ceremonie protocolaire, het podium, dames en heren, staat in vogelvlucht een 75-tal meter van de streep. Op het gras hier net naast de aankomstzone, daar schouder en ik tot de derde plaats.